goed inademen en uitademen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve totties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en Jessie Silver is lekker aan het spelen daar. En Sergio moet eigenlijk op 1,5 meter afstand benaderd worden. Want meneer heeft koorts. Ik voel me inderdaad aardig koortsig. Maar op zich niet ongewoon grieperig. Zo. Spierpijn. Zolang ik lig is het goed. En warm. En eigenlijk wil ik gewoon alleen maar slapen. Nou een beetje honger gekregen, dus. Even wat eten en om 2 uur gaan we maar een coronatestje doen, hè? Ja. Nou, ik ben op locatie. En daar gaan we eventjes even de ingang zoeken. Ik ben een keer wat aan de vroege kant. Ik voel me echt heel slecht. Zou het? Zou ik het beruchte coronavirus hebben? We gaan het zien. Nou, daar sta je dan met je goede gedrag. Op de website stond dat de afspraak voor vandaag was. En de afspraakbevestiging, de mail dus die ik daarna heb gekregen, die opende ik pas toen ik daar was. En daar staat in dat die voor maandag is. Pff. Maar ik was niet alleen, er was een andere vrouw daar, die had hetzelfde probleem. Dus ja, een beetje vreemd. We moeten allemaal massaal testen. En we moeten binnen blijven en alles erop en eraan, maar ja. Ze kunnen het gewoon niet aan. Het orgaan, zeg maar. Dus dat is een beetje vervelend. Maar ja, we kunnen er weinig aan doen. Ik kruip terug op de bank of in mijn bed. En we gaan wel zien hoe het zich ontwikkelt de komende dagen. Nou, Sergio die ligt weer op de bank. Hij heeft net mijn homemade kipsoepie op. Is nu half leeg. Oh. Zo, lekker kip, gehaktballetjes, vermicelli, groentesoep. Jessie. En ik heb er zelf ook nog een beetje wat, een klein beetje sambal bij gedaan. Jessie. En nu hoor ik dus net dat hij van zijn moeder altijd speculaas kreeg met thee. Dus dan moet ik even terug naar de winkel om speculaas van te halen. Dus als je zielig bent, als je ziek bent, ben je zielig. Dus dan moeten we je verzorgen. Dus dat ga ik even doen. Maar wel met een mondkapje. Gaat het dan, poepie? Ja, ik voel me echt fantastisch. Ik heb echt zin om alles te doen. Ik wil echt alleen maar slapen gewoon. Hij is zijn mondkapje vast aan het opzetten. Oh, doe je even het mondkapje op. Even een mondkapje op doen. Hè? Kom maar. Zo. Oh. Dubbel oor. Wacht even. Oh, kijk, dat is handig. Dat wist ik nog niet. Wacht even. Komt-ie. Kom maar, Jess. Kom maar. Wauw. Ben je mooi? Kijk. Zo, jij bent echt stoer. Oh, dat toch niet? Nee, oké. Okay. Kom, we gaan even speculaas halen. Zo. Speculaas is in huis met nog veel meer andere dingen. Gaat weer helemaal de verkeerde kant op. En lekkere paracetamolletjes en ibuprofen. Mm. Oh. Wat doe jij daar?
Doe dicht. Het is een zilver, doe die oven dicht. Goed zo. Nee, dicht. Jessie Silver. Heb je nou weer de uitnodiging in de oven gedaan? Ben je gek geworden? Kom, weg bij de oven. Dadelijk is die heet, heb je heel veel hou. Oké, nou, meneer ligt naar bed. Ben je kapot? Meneer begon ineens heftig te beven. Ik voelde gewoon mijn rug zo gespannen dat het gewoon pijn deed. Ja, ik denk dat het gewoon een beetje een soort van kortstuip was hoor. Zou je die eens even googelen? Nou ja, kijk, ik heb kortstuip tot nu toe alleen maar gelezen, vooral bij kleine kinderen. En dat het ook heel eng is om te zien, alsof we een soort van epileptische aanval krijgen, weet je wel. Ja. Maar ja, het zou vast ook wel bij volwassenen kunnen zijn. Dus ik heb het voor de zekerheid even gefilmd. Want voor het geval we het moesten laten zien aan een arts of zo. Ja, dit heb ik nog nooit eerder gehad. Nee. We laten nu even een klein stukje zien. Nou, dat dus. En Weer opgewarmd. Het gekke is dat ik heb het mezelf ook nog twee keer gehad, of zo, twee, drie keer gehad. Maar dat was toch tijdens... Na de zwangerschap? Nee. In de zwangerschap? Dat was op een gegeven moment tijdens mijn zwangerschap. En toen zei ik nog tegen jou, doe wat! Je deed me niks. Ik voelde echt, het is helemaal zo, want ik had mijn lichaam niet meer onder controle. En volgens mij sliep ik ook al of... Ik goed inhalen bij het uitademen. Dus ik zei tegen hem, ik zeg al eerst als je, wat hij dacht, het gaat wel weer natuurlijk. Ik denk, nou die stapt uit de douche en dan begint het gewoon weer. En inderdaad. Ik hoor een ondertoontje. Ja. Dus ik zeg als eerste even die sokken aan. Nee, die doe ik in bed wel aan. Dan zei ik, nee. Hey. Ik zeg, want het gaat er juist om dat je niet met je koude voeten nu weer op die koude grond. Ja, je voeten op de koude grond gaat. Koude grond. Ja, poepie, luister maar even naar mij. Ik heb geluisterd, toch? Ja. Maar ja, misschien moeten we toch even de huisarts bellen. Ik ben zo moe. Wij zijn niet zulke huisartsbellers, maar misschien moeten we het gewoon even een keer wel doen. Als het nog een keer gebeurt, dan bellen we de huisarts. Nou, het is nu eigenlijk al twee keer gebeurd. Niet waar. Wel. Niet waar. Zolang maar dat kan toch geen kwaad om het even te noemen? Daar betaal je voor. Om te bellen? Ja. Telefonisch consult, helemaal aan het weekend. Je betaalt nooit voor een huisartsconsult. Huisartsenpost, dus... echt wel. Ik zweer. Nou, je belt gewoon een spoedlijn. Poepie, I love you, maar dat hoeft niet. Poepie. Als het nog één keer gebeurt, dan bel me meteen. Je bent bloedheet. Nee, hij gaat even dat ding in je hol stoppen, oké? Oké. Nou, ik heb mijn temperatuur gemeten, die is 39,8. En daarom vindt René het nodig om de huisartsenpost te bellen. Maar de poepie is het, hè. Top 5. Dat is een blijvertje. Niet voor ginkel. Dus ik ben wel zwaar ademig. Holy shit. Nou. Mazzel. Zo, dag 2. Voel me wel iets beter gelukkig. Koorts is inmiddels aardig gezakt. Maar vannacht was echt hels. Ik heb echt zo ontzettend gezweet als een malle. En ik heb me 3 keer moeten verkleden omdat ik helemaal zeikers was. Maar gelukkig heb ik altijd mijn lieve Renéetje die goed voor mij zorgt. Dus handdoekjes en zo en lekker water. Samen komen we de dag wel door. Nacht. Dus dat. Ik voel me echt wel een stuk beter gelukkig nu. En laten we hopen dat het zich doorzet. Ik kan pas morgen testen dus. Dat is een beetje gek. Maar ja, als het morgen al
voorbij is, dan weet ik niet of ik eigenlijk nog überhaupt moet gaan testen. Dus ja, we zitten de tijd maar uit. We hebben ook nog steeds geen tv en internet, dus het is een beetje een saai troefje. Me and my thoughts. Ja, het is in ieder geval heel lekker weer, dus ik kan van achter de ramen genieten van een lekker zonnetje. Alleen nog maar eten de hele dag. Eten! Ik krijg geen zakje meer. Geen zakje ben jij. Dan ga in bad, want jij bent vies. Ja, we hebben lekker gegeten. Salade en frietjes met een beetje kip dat we nog hadden. Jesse die klimt staan op de stoelen, dus die moeten we echt in de gaten houden. Want vanmiddag zat hij ineens op de tafel met paracetamol in zijn hand. Nu ja, echt een van sneaky de salade. Liever sneaky salade pikken dan mijn portemonnee. Dus? Dat gaan we waarschijnlijk ook nog wel meemaken. Nou, ga je voor de... Over de ertjes. Oké, dat is ook goed. De dag. Sorry. Ertjes bij de salade. Hij gooit ertjes bij de salade. Nee, gedurende de dag voel ik me op zich wel oké. Maar ja, ik bedoel oké. Wel met koorts en zo, maar beter dan gisteren. En een beetje keelpijn. Maar het komt altijd met vlagen. Zo, ineens dan stort ik helemaal in. En dan, een uurtje daarna, dan gaat het wel weer. Dus ik hoop eigenlijk dat het ergste nu voorbij is alweer. Amel. Nou, denk ik, nou ben ik benieuwd, dan gaat hij zo expres op tafel gooien. Ja. Oh jee. Uh-oh. Uh-oh. Nou, dag nummer 3. Ik voel me best oké. Okay. Ik heb een beetje keelpijn en ja, je voelt wel dat je lichaam aan het herstellen is. Maar ja, ik voel me wel oké. Okay. En zometeen even testen en dan weten we binnen 2 dagen in ieder geval of ik het heb gehad. Maar dat is ook niet helemaal, want als ik het nu niet meer heb, zeg maar, dan is het alweer uit mijn lichaam, volgens mij. Maar ik weet niet zeker of het helemaal zo werkt. Ik zag net in ons MyUphone account dat ik contact op moest nemen met klantservice, iets met het internet. Maar hoe moet ik contact opnemen als er niemand opneemt? Nou, dat hoor ik dus al
bijna 2 keer 15 minuten, want na 15 minuten verbreekt die verbinding en dan kun je weer opnieuw bellen. Ik heb geë-maild, al 1,5 week geleden, krijg ik niks op terug. Bellen krijg ik geen contact. Echt. Om iemand helemaal krankzinnig te maken. Ik snap het niet, hoe kan zo'n bedrijf overleven? Ik begrijp er echt geen man. Nou, het is niet langer dan we gewend zijn. Als je aan de telefoon bent en je zegt, nou dan kap ik mijn account af. Omdat ze zeggen, ja maar dat kan niet. Dat je denkt, nou volgens mij heb jij nog geen ene reet geleverd. Dus hoe bedoel je dat kan? Ja, nou ja, dat zei ik dus ook al vorige keer. Maar ja, maar ja, we zitten nu al zo lang zonder televisie en internet. Dat we sowieso weer overstappen. Nou niet echt... Nee, precies. Hey. Doe eens normaal. Ik ben benieuwd of ze zich wat gaan aantrekken van mijn Facebook berichtje. Ja, maar ik zie het somber in. Dus in ieder geval al gelijk een reactie op van oké, niet naar YouFone dus. Wij zien het somber in. Desalniettemin hoop ik dat jullie weer hebben genoten van deze vlog. Video. En van de week deel 2, uitslag en hoe dit YouFone verhaal afloopt. Voor nu zeggen wij duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je alle leuke video's weer meekrijgt. En dan zeggen wij voor nu tot de volgende keer. Doei! Ciao. En als we deze vlog upload krijgen. Voor mijn internet. Maar ciao! Doei doei! Ciao. Love can take me.